Jan, jij was de eerste in België met de gouden schoen, dat jij de beste speler was van de competitie. Ja. Rob Rensenbrink. En nu de derde man, Ruudje Vormer. Wat vind je ervan dat hij jou goed Hij verdient dat. Ja? Nee, dat meen ik echt. De eerste stemronde niet, want dat hij ook maar 10 punten had. Maar de tweede stemronde was hij veruit de beste. Het is knap, want er hebben best goede Nederlanders in België gespeeld. Maar Arie Haan, noem maar op. Hè? Dat hij dan toch de derde, Ruud Gils. Maar het gekke met Ruud Vormer is... het was in Nederland een huistuin- en keukenvoetballer. Absoluut. Bij Feyenoord kon hij niet aan. Gisteren kreeg hij de schoen daar van zijn vader. Kijk, hier, komt hij aanlopen met die schoen. En Louietje had wat zwaar geluncht, hè? Louietje had zwaar geluncht. Louis had die had even drie flesjes rosé naar binnen gewerkt tijdens... niet van genoten dat je zegt, leuke speech. Leuke speech, Louietje. Louietje. Ik denk dat Louietje me ontdekt heeft. Ja, Louietje. Hij komt van AZ. Maar net ook, Louis heeft dat ook gezegd. Louietje had een club sandwichje met drie flesjes rosé. Even kort stukje 100%, kijken? 100%. Even Louis. Ja. Klein drankje op. Natuurlijk. Ja, Louis van Gaal, daar heeft het. Ja, ik vind het een geweldige eer dat ik deze schoen mag uitreiken aan een speler die ik al eerder een bronzen schoen heb uitgereikt. En toen kon ik nog zeggen tegen hem, ik heb de zilveren schoen gewonnen, Ruud. Maar nu kan ik dat niet meer zeggen. Ik liet hem debuteren, dus ik zag het toch wel goed. Ik hoop wel dat de volgende stap natuurlijk één is. Dat hij toch weer een kans krijgt. In Nederland zelf. Eventueel voor het nationale team van Nederland. Gefeliciteerd. Bedankt meneer Van Gaal voor uw toespraak hier. Maar je ziet ook in die zaal die mensen ook denken, wat is dit voor een gek, joh? Maar, ja, goed. Ik denk dat dit voor Ronald Koeman een reden is om hem nooit meer te kiezen. Nee, maar verleden keer was hij nog dronkerder. Ja. Toen had hij na afloop van de drie rosé, had hij ook nog een paar bakootjes genomen. Dat is hij nog beter, dat hè? Dat was helemaal niet goed toen. In Engeland bedoel je? In Engeland, ja. Ja, dan krijg je dit. Dan krijg je dit, ja. Goed, man.